Vandaag gaan we op zoek naar jongeren die wat meer kunnen vertellen over hun sport- en eetgewoontes. Loop je even mee? Houden jullie bezig met gezond eten en sporten? Ja en nee. Hetzelfde. Ja, wel hoor, weet je. Ja, nou, eten maakt me ook niet zo heel veel uit. En nou, sporten doe ik ook wel veel, ja. Ja, hetzelfde. Waar let je allemaal op als je lunch maakt of haalt? Nergens. Nee, ik ook niet heel erg. Gewoon het is meer met avondeten en zo dat je erop let. Dat niet veel is en dat het wel gewoon ja, lekker is, zeg maar. Wij in StadBussum doen ook een bootcamp om jullie te motiveren. Wat is je grootste sportblunder? Dat ik een terugspeelbal naar de keeper speelde en dat hij erin ging. Toen ik net begon met tennis of zo, stond ik aan net en kreeg ik echt keihard een bal in mijn oog. Gebruiken jullie ook wel superfoods? Ja. Superfoods. Hennepzaad, makkaipoeder. Kooibessen, kojibessen. Ja. Ja, heel veel. Ook. Soms, ja. Mijn moeder eet altijd van die quinoa salades en zo maakt ze altijd. Kootjebesjes en dat soort dingen. Ja. Maak je ook wel eens proteïne shakes of groente shakes, fruit shakes? Nou, wel gewoon fruit shakes, maar niet. Nee. Nee, mijn moeder heeft nu van die pakketjes gekocht met van die poeder en zo, maar dat hebben we nog niet geprobeerd. Wel soms fruitsmoothies of zo, maar. Ja, verder. Fruit shakes. Dus de tip is om goed te blijven sporten, gezond te eten en dan komt het helemaal goed. Vergeet ons niet te liken op Facebook, Instagram en Twitter. En ons te volgen op Snapchat.